De scheidsrechter fluit voor de aftrap. Ik hoop dat we een mooie pot voetbal voorgeschoten krijgen. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. En een belangrijke rol lijkt mij weggelegd voor de buitenspelers, toch? Ja, een belangrijke rol voor de buitenspelers, maar natuurlijk ook voor de rest van het team. Zij moeten die buitenspelers in de 1 tegen 1 zien te krijgen door goed positiespel. Met deze formatie stapt Feyenoord het veld op. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En het is zeer aantrekkelijk om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze moeten snel in de 1 tegen 1 gezet worden en dan kunnen ze een actie maken. En dat zal dan zorgen voor aantrekkelijk voetbal. Knap ingegrepen inworp. Congolo. Dit is Dirk Kuyt. Nicolai Jurgensen. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Solza. Mehmet. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dit wordt spannend. Die gaat richting de cornervlag. Schitterend steekballetje. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Kuyt heeft hem. Rick Karsdorp. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Mehmet. Basazikoglu. Amadi. Wat een prachtig paasje op zijn voetgenoot. Elia. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. De speler krijgt de bal weer terug. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. El Amadi. Wie weet levert dit een kans op. Was dat echt een vrije trap? Mazzeltje voor Fenerbahçe. Mehmet. Die bal wordt onderschept. Solza. Loopt tegen die verdediger op. El Amadi. Hier. Solza. Basazikoglu. Vilena. En hij is de bal kwijt. Nicolai Jurgensen. Oh, dit kan een kans worden. Aanval wordt gestopt. Solza. Prima onderschepping daar. Elia. Dirk Kuyt aan de bal. Vilena. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Kom daar de... Ze gaan naar de leiding. We zien het hier vanuit een andere hoek. Want het leek alsof de bal naast zou gaan. Ja, het leek een beetje een zwabberbal even. Vraag me af of het de bedoeling was om hem zo te raken. Die bal gaat erin. En eindelijk dus een beetje leven in de brouwerij. Ja, dat hadden we nodig even.
Elia. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Een opgelegde kans. De keeper redt. Dat is een hoekschop. En de keeper pakt die bal. Sosa. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linke plek ook om de bal kwijt te raken. El Amadi. Dirk uit aan de bal. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. El Amadi. Basazikoglu. Kuit heeft hem. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. Gregory van der Wiel. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dus... De thee is op en Fenerbahçe begint aan de tweede helft. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Dat zou wel eens een gelijkmaker kunnen zijn. Doelpunt, de wedstrijd ligt weer helemaal open. Zikoglu, Vilena, Elia, Dirk uit aan de bal. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nicola Jurgensen. Mooie steekbal op Dirk uit. Zoekt de medespeler. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. El Amadi. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hoge voorzet. Weggewerkt door de verdediger. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Gregory van der Wiel. En het spel gaat weer de andere kant op. Mogelijk een goede kans hier. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Wie pakt die bal op? Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Ja, de bal goed met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Deze doelman doet wat er van hem verwacht wordt. Sterk gekiept. Voorzet gestopt. El Amadi. Hij komt daar de voorsprong aan. Je zou denken van wel. En we krijgen een hoekschop. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. El Amadi. Basazikoglu. Wie weet levert dit een kans op. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Basazikoglu. Prima voorzet hoor. Nicola Jurgensen.
Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschot dus. El Amadi. Basazikoglu. Hij kan alleen doorgaan of de bal afspelen. Bereikt die voorzet een medespeler? Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Mooi voetbal waarbij de doelman ervoor zorgt dat de wedstrijd toch in evenwicht is. Daar is het balbezit. En nu? Basazikoglu. Nog 20 minuten. Nicolai Jurgensen. Elia. De bal rolt ongehinderd door. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Sosa. El Amadi. Elia. Nicolai Jurgensen. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paas komt aan. En dan kan voetbal toch zo simpel zijn. De wedstrijd lijkt als een nachtkaas uit te gaan. De stand is gelijk. En ik ben bang dat dit ook zo blijft. Basazikoglu. Hij neemt de bal mee recht op het doel af. Nicolai Jurgensen. Snel teruggekaatst. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Geen controle over de bal. De voorzet kan nu komen. Ja! En we hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. De scheidsrechter geeft voordeel en Feyenoord mag door. Nicolai Jurgensen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nou, dat was nog een flinke kans om alsnog een voorsprong de komende wedstrijd te winnen. Maar die verdediger zit er prima tussen. Vrije trap voor Fenerbahçe. Niet zonder gevaar trouwens. Sosa. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Dirk uit aan de bal. We krijgen maar 2 minuten blessuretijd. Nee, het idee van de paas was goed. Gaat op het doel af. Oh, super redding hoor van de keeper. Ik kijk vanuit mijn ooghoeken naar de klok, terwijl we hier nog een hoekschop krijgen. Dit kan de uitslag wel eens een ander aanzien geven. De tackle is goed. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 1-1. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Kom daar.
Zo, en nu alle plichtplegingen voorbij zijn, kan Fenerbahçe eindelijk gaan aftrappen voor het begin van de eerste helft. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En ja, het is zeer aantrekkelijk om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze moeten snel in de 1 tegen 1 gezet worden en dan kunnen ze hun actie maken. En dat... De bal gaat op de stip. Trafschop. De stand is nog gelijk. Maar de kans is groot dat dat gaat veranderen nu. Ja, als die bal erin gaat, dan komen ze achter te staan even. Hij mist de penalty. Nee, die bal die gaat er niet in inderdaad. Die penalty mist doel. Klaassen. Traoré. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Die pakt die bal op. Gregory van der Wiel. Klaassen. Daar is het schot. De keeper heeft hem. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Loopt zich vast. Komt niet verder. El Ghazi. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wat oplevert. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Kijk eens hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. Ze weten elkaar goed te vinden, maar bereiken niets met het rondspelen. Prima onderschepping daar. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Knap ingegrepen, inworp. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hartelijk dank, dames, de verdediging. El Ghazi. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Prima combinatiespel. Sosa. Wat een geweldige redding van de keeper. Fenerbahçe weet hier een hoekschop te versieren. Daar is het schot. Ze scoren en pakken de voorsprong. Ze spelen het goed uit door het doelpunt. Die corner komt bij hem uit en hij zet zijn voet erachter. Doelpunt goed gedaan. Wat een geweldige goal. Nou hoor ik. Pak die bal op.
Mehmet. Wordt flink aangevallen, maar houdt de bal. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Traoré. Nou, dat was een knappe redding. En heeft de bal nog vast ook. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Net op tijd onderschept. Solza. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Komt die verdediger tegen. Dijks. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Solza. Het loopt als een... Solza! De doelman strekt zich helemaal uit en redt. Fantastisch. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. De keeper breekt redding. De bal gaat over de lijn en de keeper mag een doeltrap nemen. Moet je dat zien? Vol kans, ja. Wat een doelpunt. En de bal gaat erin, het scheelt heel weinig. Kwetsbaar voor zo'n snelle uitdraaikoerie, daar wordt hier uitstekend gebruik van gemaakt. Mooie individuele actie, prachtig afgemaakt. Kans op een treffer hier voor Ajax. Volkan Shen. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. 3 minuten extra tijd. Hij heeft de bal alweer veroverd, knappe tackle. De snelheid. Volkan Shen. De keeper redt op fenomenale wijze. En Fenerbahçe verdient een hoekschop. Bal vanaf de buitenkant. Niet ver van het doel af. We gaan rust. En het is Ajax dat aan de tweede helft begint. Oh, dit kan een kans worden. Traoré. Kan Ajax misschien profiteren van deze corner? De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn, dus dat wordt een inworp. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Daar is de poging. Ze kunnen er niet allemaal in gaan natuurlijk, maar ze blijven gretig. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Dijks. En die actie wordt beloond met balbezit. Goed idee zo over de flank. En Ajax is weg. Dit is een lekkere pas hoor. Houdt hij het hoofd koel?
Verdediging staat ze in de weg. Goedeli. Paas vindt zijn man. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Zie ik. En die gaat meters naast. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Ja! Wat zou er nou toch met die doelman aan de hand zijn? Hij houdt geen bal tegen. En op deze manier, ja, dan ga je zeker verliezen. Ja, dit maken ze niet meer goed, Evert. Tenminste, dat is wat ik denk. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Dijks. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Hier komt de hoekschop aan. We pikken er even een speler tussenuit die vandaag de handen op elkaar krijgt. Hij laat geen kans onbenut op Pelman. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. En weer terug die bal. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer recht op het doel af. Dit kan hem. Die ging hard. Overtreding. Penalty. Geen twijfel. Zeker een strafschop. En hij mag blij zijn dat hij mag blijven. Keeper stopt de penalty. Fantastische redding even. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Oh, dit kan een kans worden. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Skrtel. De bal gaat over de lijn. De verdediger zat er bovenop. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Hij kan nu. Wat een vaart. Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. Volkan Shen. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal rolt zo naar de keeper. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Mogelijk een goede kans hier. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. De bal wordt onderschept.
Daar is de poging. Wat scheelt het? En eigenlijk moet elke bal er nu in. De teleurstelling druipt eraf bij het team. Iedereen dacht dat het een goal was. De thuisclub staat er prima voor bij deze stand. Die hebben geen haast bij het nemen van spelervattingen. Ja, dat kun je verwachten. En ik snap de teleurstelling wel van de bezoekers hoor. Maar die hadden bij deze voorsprong waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Hij is in de 16, wat een kans. Wat doet die verdediger dat goed? De aanval is meteen voorbij. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Klaassen! Is dit het begin van een complete comeback? Nou, een goal voor de hier. Meer is het niet, want de wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Tja, een dag om snel te vergeten voor het team. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Als de ploeg nog aanspraak wil maken op een punt, dan moet het nu gebeuren. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Viergever. Goedelli. Goeie ingreep van de keeper. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 3-2. Wat een bizarre wedstrijd vandaag. Als je kijkt naar het balbezit, dan was de ploeg die verloren heeft eigenlijk de betere ploeg. Ja. Prima combinatiespel. Sosa. Wat een geweldige redding van de keeper. Moet je dat zien? Volkan Shen. Wat een doelpunt. Wat een snelheid. Volkan Shen. De keeper redt op fenomenale wijze. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Ja! Overtreding, penalty. Hij kan u niet meer missen. Wat een vaart. Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Klaassen! Is dit het begin van een complete comeback? Prima combinatiespel. Sosa! Wat een geweldige redding van de keeper. Daar is het schot. Ze scoren en pakken de voorsprong. Moet je dat zien?
Volkan Shen. Wat een doelpunt. Wat een snelheid. Volkan Shen. De keeper redt op fenomenale wijze. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Ja! Overtreding, penalty. Hij kan u niet meer missen. Wat een vaart. Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Klaassen! Is dit het begin van een complete comeback?
De wedstrijd gaat zo beginnen en mijn naam is Evert ten Apel. En ik heet Juri. Wat kan Ajax hier vandaag laten zien? Ze nemen in elk geval de aftrap voor de eerste helft. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Het 4-3-3 systeem met de klassieke buitenspelers. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, is toch mooi. Ik bedoel, dat is een beetje waar wij voor naar het voetballen gaan. Mensen die een man opzoeken. Met buitenspelers die lekker gaan pingelen. Ja, dat is aanvallend voetbal. Daar doen we het voor. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Volkan Shen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Goedelje. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Zo doe je dat. Aanval gestuit. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Leuk gedaan hoor, maar het balletje is te kort. Volkan Shen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dat balbezit duurde wel erg kort. Linker plek ook om de bal kwijt te raken. Pierre maakt zich wellicht al op voor een schot. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Mooi gedaan. De voorzet belandt in de handen van de doelman. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Super paas daar. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die paas was goed doorzien. Einde van de aanval. Klaassen. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. Ziyech. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Ajax mag doorspelen en krijgt hier wat ruimte. Oeh, dat slaat neer. De bal gaat uit. Uitstekend verdedigd. Mislukte inborp, wegbalbezit. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ziyech. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Mehmet. Schitterend gedaan, het balletje.
Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Dat is geel. Traoré. En Ajax is weg. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Volkan Sjen. Wat een geweldige redding van de keeper. Corner. En dan kan het spoken worden doel hoor. Skrtel. Schot gelost. Weer de bal en terug. Dat ziet er kansrijk uit. Dat moet de voorsprong zijn. Terug en daar is het schot. Ze scoren en pakken de voorsprong. We zien het spelbeeld. Komt deze treffer niet als een verrassing. Maar toch verloopt de wedstrijd anders dan ik had verwacht. Ja, op papier ontlopen deze ploegen elkaar niet veel. Dus je zou niet zo'n eenrichtingsverkeer verwachten. Toch is er maar één ploeg die aanspraak. Dit is de kans op de gelijkmaker. Het blijft gelijk. Goede kans, maar de bal gaat er gewoon niet in. En het was een kans, hè. Sosa. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. En eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is het een goede beslissing, Evert. En je krijgt dan toch dat de vaart in het spel behouden blijft. Jairo Riedewald. Klaassen. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Die paas wordt doorzien. 2 minuten extra tijd slechts. Veldman. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De eerste... Hij moet eraf en sukkelt met de staart tussen de benen van het veld. Ja, deze speler heeft duidelijk zijn dag niet. Het is maar goed dat de trainer hem in beschermt. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Dat is een gele kaart. En hij neemt hem. Ik dacht dat hij die bal zou afleggen, maar hij trapt hem zelf. De keeper was daar blijkbaar op voorbereid, want hij heeft die bal. Ingestudeerde vrije trap, maar de keeper was alert. Wie pakt die bal op? Mogelijk een goede kans hier. De bal gaat over de zijlijn, maar dat was toch knap verdedigend werk hoor. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Ajax kan die bal gaan voorgeven uit de hoekschop. Goedelje. Zo hoort het. Die corner werd erg slordig verdedigd en dat leidt tot een doelpunt. We kijken nog eens naar de goal. Die corner was goed genomen en hij maakte hem mooi af met zijn hoofd. Dijks. Er komt een inworp aan van Ajax. Slechte inworp zeg, recht naar de tegenstander. Vrije schop voor Fenerbahçe, best een aardige positie.
over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Mislukte inworp, wegbalbezit. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Sanchez. In de handen van de keeper. Traoré. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. El Ghazi. En Ajax is weg. Geen hoekschop, maar een doeltrap. Doorgekopt. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Yeah! Het schot wordt gestuit door de verdediger. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. De vertragingstactieken van de bezoekers kunnen op weinig bijval rekenen van het thuispubliek. Die zitten me zich daar toch een partijtje te ergeren, zeg. Op zich snap ik dat wel, maar ja, hun ploeg zou bij deze stand waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan. Het resultaat is heilig, even. Traoré. Wie weet levert dit een kans op. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn, dus dat wordt een inworp. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ja, dat is goed, hij heeft de bal. Traoré. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Dat levert gevaar op zo'n schot. Mooie, zuivere steekbal. Bereikt die voorzitter medespeler? Krijgt zijn vuist er nog tussen. Dan schiet hij. Daar werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. Het eindsignaal komt dichtbij en we hebben nog altijd een gelijke stand. Er wordt nog hard doorgejaagd. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Kans op een treffer hier voor Ajax. En opnieuw steekt hij er een stokje voor. Die paas wordt doorzien. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Traoré. De wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. De keeper pakt de bal simpel op. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Oh, dit kan een kans worden. Hij raakt hem nog aan, dus krijgen we een hoekschop.
Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Vlak voor het einde nog een grote kans om alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is gezien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Nou, tegenwoordig schijnt hier een kaart voor te krijgen. Ik snap er niks van, Juri. Nee, ik ook niet, want zo erg was het toch niet. Dijks! De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dit is gek. Dames en heren, we gaan zo aftrappen. Juri zit naast me. Ja, en jij bent even de navel. Er hangt een lekker sfeertje hier in het stadion. En iedereen heeft inmiddels gezien dat Ajax heeft afgetrapt. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. 4-3-3. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de praktijk? Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe de... Dit wordt spannend. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Mehmet. Wie weet levert dit een kans op. Mehmet. De bal wordt tegengehouden voor het doel. Klaassen. El Ghazi.
Wat een leuk balletje was dat. Daar komt een voorsprong aan, denk ik. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. En de keeper heeft hem. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Ik vraag me af of die muur nog op de juiste afstand staat. Maar de scheidsrechter vindt het blijkbaar oké. Volkan Shen. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. El Ghazi. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Klaassen. Traoré. Ziyech. Een schoolvoorbeeld van hoe je een kans verprutst. Ik denk dat de sociale media hier vanavond vol van staan, Juri. Ja, dat ging niet helemaal volgens plan, dacht ik. Ach, gewoon volgende keer wel scoren, dan is iedereen het weer vergeten. Gevaarlijke situatie nu met het voordeel voor Ajax. Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu. Die bal wordt onderschept. Dijks. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hoed voor geel. Ziyech. Die paas wordt doorzien. En het spel gaat weer de andere kant op. Voorzet belandt zo voor de voeten van een verdediger. Een onthutsend zwakke paas van deze speler. Dat moet beter. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De keeper pakt de bal simpel op. Hij loopt gewoon te slapen, die vent. Maakt meteen een einde aan die aanval. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Technisch heel knap aangenomen. Ziek! En met die goal lopen ze weg bij de tegenstander. Waar ging die doelman helemaal heen? Hij maakte de aanvaller zo wel erg makkelijk. Ja, ik heb ook geen idee waarom hij dat nou deed. Het doel is helemaal leeg. Wat doet hij nou? Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Doet hij goed. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. Net op tijd onderschept. Klaassen. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Daar is het schot. Een enorme afzwaaier. Wegkans. En ze winnen de bal terug op het middenveld. El Ghazi. Mogelijk een goede kans hier. Hij doet het. De doelman redt de aanval op door. Ziyech.
De bal gaat breed. Complimenten hoor voor deze ploeg. Ze vinden elkaar blindelings. Voortreffelijke passing. El Ghazi. Over de achterlijn daar via de lat. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Technisch prachtig paasje. Hij verliest de bal. En ze hebben de bal alweer te pakken. Goed werk daar. Dijks. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Ze mogen een hoekschop nemen. Krijgt ze vuist er nog tussen. Heeft de voorzet. Geen risico hoor, weg met die bal. We gaan rust. De trainer heeft er genoeg van en haalt hem eruit. Was hij dan zo slecht? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar hij haalde het niveau van zijn team wel omlaag. Snel vergeten deze wedstrijd. Oh, dit kan een kans worden. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Goed. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Ja hoor, daar is de gelijkmaker. En zo is het weer gelijk. El Ghazi. Kenny Tete. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hassan Ali Calderim. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Klaassen. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Terugspeelbal op de keeper. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Lekker combinatiespel. Die bal is voor de doelman. Ja, we staan gewoon goed op te letten. Goed keeperswerk. Voorkomt een achterstand. Aanval in de kiem gesmoord. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Wat een beeldschoon balletje. Ziyech. Bal nu in handen van de tegenstander. De scheidsrechter fluit. De scheidsrechter trekt geel. Mogelijk een goede kans hier. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij?
Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Skrtel. Schöne. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Dat is geel. Krasen. El Ghazi. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Wordt dit een doelpunt? Komt dat schot? De keeper redt op fenomenale wijze. Mooi voetbal waarbij de doelman ervoor zorgt dat de wedstrijd op een evenwicht ligt. Met de kop! Ze gaan aan de leiding. Dat was een prima doelpunt. Die corner was goed genomen en hij maakte mooi. Af met zijn hoofd. Hij gaat naar de kant, wij kijken nog eens naar zijn doelpunt. Надежда, любовь с вами между, любовь без, подари мне нежно, сердцебиение мое, сопротивление твое, бесполезно, бесполезно.
куда, лети куда угодно, куда глаза глядят, о, не смотри обратно, теперь ты свободна, лети куда угодно, тебе не скрыться от любви. Бесполезно. Zo, en nu alle plichtplegingen voorbij zijn, kan Fenerbahçe eindelijk gaan aftrappen voor het begin van de eerste helft. Vol kansje. De keeper. Verret. El Ghazi. En het spel gaat weer de andere kant op. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Kenny Tete. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Solza. Goudelli. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De scheidsrechter geeft een doeltrap aan. Goudelli. Verdediging blokt. Pierre. Dijks. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. El Ghazi. Ajax mag doorspelen en krijgt hier wat ruimte. Wat doet de scheidsrechter? Klaassen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Dijks. Goudelli. Kans op een treffer hier voor Ajax. Er zijn teamgenoten mee naar voren. En hij krijgt hem in het strafschopgebied. De keeper bokst de bal weg. Steekpaasje. Die pakt die bal op. Loopt zich vast. Jairo Riedewald. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Ja, hij gaat richting de... Nimet! De keeper heeft hem... Corner voor Fenerbahçe.
Kunnen ze daar wat mee? Genoeg spelers voor de goal. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Pasen. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Ai, daar had meer in gezeten, maar hij bereikt zijn doel niet. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Bereikt die voorzitter medespeler? Weg met die. Die ging hard. Een super redding hoor, voor de keeper. En we krijgen een hoekschop. Klaassen. Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept voor die doelman. En Ajax is weg. Aanval wordt gestopt. Die pakt die bal op. Boudelje. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Een verdediger pikt die voorzet op. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Boudelje. Dat wordt een inworp. Boudelje. Ziyech. Deze spelers lijken elkaar vandaag blindelings te vinden. Complimenten ook aan de trainer hoor. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Sanchez. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linker plek ook om de bal kwijt te raken. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De scheids. Ajax trapt af voor de laatste 3 kwartier. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Daar is de poging. De keeper redt op fenomenale wijze. Door goed ingrijpen van de keeper blijft het bloedstollend spannend. Klaassen. Ziyech. El Ghazi. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Boudelje. Traoré.
Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Gevaarlijk hoor, een voorzet vanaf de zijkant. Is er iemand om de bal aan te nemen? Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Daar dachten ze even op voorsprong te komen. Maar het blijft gelijk voorlopig. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Komt niet verder. Kwaasen. Belgazi. Volkan Shen. Daar is het balbezit. En nu? Hij heeft volop afspraak. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. De scheidsrechter trekt geel. Snel genomen. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. De paas is goed. Schot gelost. En de keeper heeft hem zonder problemen. Moedelli. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Mooi gedaan. Traoré. De keeper redt. Deze doelman houdt zich goed staande. Dankzij zijn ingrijpen blijft het gelijk. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Ziyech. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. El Ghazi. Die pakt die bal op. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Prima onderschepping daar. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Kwaasen. Wie weet levert dit een kans op. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Dit wordt menens. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Gaat op het doel af. Traoré. Moedelli. Ziyech. Kwaasen. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. El Ghazi. Maakt zich wellicht al op. Klaassen! Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. We hebben nog 8 minuten. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. En dat lijkt me een behoorlijke klap. Inderdaad, ik ben benieuwd hoe de trainer dit gat gaat vullen.
We spelen nog 5 minuten en er is nog altijd niet gescoord. Ze zijn er in bal. Op bezit. Traore. Boudelli. Mogelijk een goede kans hier. De bal gaat over de zijlijn, maar dat was toch knap verdedigend werk hoor. De bal rolt ongehinderd door. En met weinig tijd nog krijgt Ajax een corner. En daarmee de kans om een doorbraak te forceren. Traore. Goeie ingreep van de keeper. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Solza. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. En Ajax is weg. Gestopt door de verdediging. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De wedstrijd zit erop. Het is 0-0 geworden. Goed geanticipeerd. If you wanna, you